In het Courtyard by Marriott heeft vanmorgen de opening plaatsgehad van een workshop van het ministerie van Handel en Industrie. Competition Level 2 is de titel van een vijfdaagse workshop van het ministerie van Handel en Industrie, HI, die vanmorgen is gestart in de conferentieruimte van Courtyard by Marriott. De training is een activiteit van het CARIFORUM EU capaciteitsversterkingsproject over het mededingingsbeleid, overheidsopdrachten, douane en handelsbevordering. Dit project wordt ook gefinancierd door de CARIFORUM. Volgens Danielle Sumter, onderdirecteur interne markt van Handel en Industrie, is deze training bestemd voor organisaties die zich specialiseren in het mededingingsbeleid. Mededinging is de strijd tussen verschillende economische actoren om een aandeel in een beperkte markt. Sumter zegt ook dat de aanwezigen intensief getraind zullen worden over de vormen van mededinging en hoe ze het handeldrijven kunnen bevorderen. Handel en Industrie is dus eigenlijk de governementele organisatie die gaat over consumentenbescherming en mededinging. Zoals je weet zijn we toegetreden tot CARICOM. We werken richting a single market and economy. Maar dat betekent dat jij dan ervoor moet zorgen dat het zaken doen in jouw land. De manier waarop de zaken op orde gebracht worden, de manier waarop je je marktsurveillance doet, de regels van zaken doen met elkaar, die moeten allemaal in place zijn. En wat is de beste manier waarop je dat kan doen? Je kan ervoor zorgen dat er wetten zijn. Dus die treaty van Chaguaramas heeft in hoofdstuk 8 praten ze over mededinging en consumentenbescherming. Je hebt ook tal van andere zaken. Ik denk dat je dat vaker hebt gehoord. Wanneer mensen kapitaal binnen de CARICOM willen uitwisselen. Wanneer mensen willen komen werken in de CARICOM. Dus de treaty van Chaguaramas praat over verschillende dingen. Maar hier voor ons nu is dus hoofdstuk 8 mededinging en consumentenbescherming. Sumter geeft verder aan dat door de mededinging en consumentenbeschermingswet het ministerie van Handel en Industrie in de toekomst makkelijker maatregelen zal kunnen treffen tegen overtreders. Laten er 2 of 3 spelers op de markt komen, dan zie je dat de prijzen veranderen. Maar wat heb je soms? Zeg maar dat er dan plotseling 3 bedrijven zijn, kan het voorkomen dat ze soms afspraken maken. Ze maken afspraken over of de prijs. Ze maken afspraken over de gebieden. Ik neem Komowijnen, jij neemt Paramaribo Noord, ik neem Paramaribo Zuid. En zo gaan we dan handelen en deze producten wil ik alleen maar daar zien. Dat soort zaken kunnen er vaak wel voorkomen. En we moeten dan ervoor zorgen dat dat wordt voorkomen. Want het moment waarop je wet zegt dat het niet mag, dan mag je deze mensen verbieden en dan mag je ze een boete opleggen. Zij sprak vanmorgen bij de openingsceremonie van de vijfdaagse training Competition Level 2. Deze training duurt tot en met vrijdag 19 november en is een samenwerking tussen het ministerie en de CARIFORUM EU.